Mijn naam is Pinter Chabot en ik ga kijken in het Alle Pearson en de erfgoedcollecties van de UvA. Ik zou zeggen, kom mee. Ik sta hier op de overloop richting de gipsengalerij die in september opengaat. En hier staan al wat beelden, mens groot of eigenlijk groter dan de mens. Kopieën van de originele beelden. Maar het mooie is dat in die beelden allerlei verhalen verstopt liggen. En het mooie is dat als je daar in die galerij komt, dat je een beetje voelt alsof je in Alice in Wonderland bent beland. En je zou misschien denken, het kopie dat is nog nooit beter dan het origineel. Nou, dan zien we hier keizer Augustus staan in kleur. Nou, en het mooie is, in die oude tijd, vroeger, is het waarschijnlijk zo geweest dat al die beelden vol in kleur waren geweest. Het was een carnaval, een circus in één. Maar het origineel zoals wij dat nu kennen is helemaal wit. Terwijl hier het kopie wel ingekleurd is. Dus soms is het kopietje dus toch beter dan het origineel. En het leuke is dat je in het Alle Pearson kunt tijdreizen. Zo ben ik ook even gaan tijdreizen. Ik sta namelijk voor eigenlijk een grote mensenkijkdoos uit de eind 18e eeuw. Een steel uit de voorstelling van Vondel. Jij kan ook tijdreizen vanaf september in de tentoonstelling Amsterdam Creatieve Stad.